De vier best geslaagden van Mulo Brokopondo, Samani Venlo, Shamil Eersteling, Shamik Meiland en Shenigwa Wewe hebben vandaag een scholarshipcontract met Roosevelt Gold Mines ondertekend. De scholieren zijn hierdoor in het scholarshipprogramma van de Goud Multinational opgenomen. Dit project is gestart in 2009 en heeft als doel geselecteerde scholieren te ondersteunen in hun verdere studie. Zowel de studie als de verblijfkosten in Paramaribo worden door het bedrijf gedekt. De leerlingen moeten met deze hulp minimaal hun HBO-opleiding succesvol afronden. De general manager van Roosevelt Gold Mines, Suresh Kalatil, is blij met de nieuwe groep scholieren. Deze investering van Roosevelt is voor hem heel belangrijk. Dit project is gestart in 2009 en heeft als doel geselecteerde scholieren te ondersteunen in hun verdere studie. Zowel de studie als de verblijfskosten in Paramaribo worden door het bedrijf gedekt. De leerlingen moeten met deze hulp minimaal hun HBO-opleiding succesvol afronden. De general manager van Roosevelt Gold Mines, Suresh Kalatil, is blij met de nieuwe groep scholieren. Deze investering van Roosevelt is voor hem heel erg belangrijk. When you invest in a child, you're investing for the future. It's important for the parents to understand that children are the future and investing in them would bring a strong sense of direction for the society. As children, it's important for us to understand what we can contribute to the society. And the children are the drivers. Vanaf de start van het scholarshipprogramma zijn er 32 scholieren geselecteerd. Volgens Sulami Lawrence, sociaal begeleider van de leerlingen, is het een enerverende taak hen op scherp te houden. Ondanks deze uitdaging doet ze het werk met veel liefde. U hoort ook twee van de beurshalen die blij zijn met de ondertekening van het contract. Dus ik ben letterlijk en figuurlijk een moeder voor ze. Ik onderhoud contact met de school. De meeste kinderen zijn in het internaat. Ik onderhoud contact met het internaat, met de school van waar ze komen. Met de technische begeleiding om te kijken wie huiswerk skipt. Of wie meer huiswerk nodig heeft of meer begeleiding nodig heeft. Of hoe minder begeleiding, wat de kosten zijn als er iets kapot is. Als ze extra kosten hebben, misschien moeten ze extra naar les gaan. Maar ook de communicatie met de internaten, de directie van de internaten, die communiceren via mij. Niet met hun biologische ouders of zo, weet je. Dus, dat is het in grote lijnen. Ik heb het een goed gevoel. Ik voel me blij. Ja. Om mijn best te doen op school en te blijven focussen. Niet te slabakken, maar zo zeggen. Om gewoon door. Om te gewoon doorin zitten. Je mag niet blijven zitten en... Ja, je mag bepaalde dingen ook niet doen. Je mag niet in de gevangenis belanden, sowieso. En je moet je gedragen. Twee scholieren die vandaag zijn opgenomen in het scholarshipprogramma van Roosevelt Gold Mines en daarvoor begeleider Sulami Lawrence. De scholarshipcontractondertekening vond plaats in Hotel Ramada.